Ja, kabels. In Audioland uh, zijn er maar weinig artikelen waar zoveel mysterie en ook zoveel gebakken lucht omheen hangt als om audiokabels. En toch maken ze, mits juist toegepast, echt een heel groot verschil op de klank. Ze zijn absoluut van invloed op, uh, op het eindresultaat. Want ze zijn niet alleen noodzakelijk om het signaal van A naar B te brengen, maar het is ook direct de langste signaalweg in de audioketen. Een kabel is dus van extreem belang voor de geluidskwaliteit. Mits die kabel echt geëngineerd is, als zijnde een product geïdealiseerd om het audiosignaal te transporteren. Wij zijn importeur van Transparent Bekabeling en wij gaan je er vandaag meer over vertellen. Ik ben Michael van Reference Sounds. We doen regelmatig shows en meer dan eens krijg ik de vraag: van meneer, wat is dat gebakje? Uh, wat is dat blokje wat, dat wat uh, in die kabel zit? Ja, dit is typisch voor transparant bekabeling. Wij noemen het, het het netwerk wat in de kabel opgenomen is om die kabel. Te perfectioneren, geschikt te maken voor zijn uiteindelijke doel. Het overdragen van het audiosignaal. Maar laten we even beginnen bij de opbouw van een kabel. Want elke kabel, of het er nou eentje is van de lokale bouwmarkt of een toppertje in 10, 20, 30.000 euro categorie. Ze zijn altijd opgebouwd rondom geleiders. Koper, zilver, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Het zijn altijd één of meerdere geleiders naast elkaar die het signaal transporteren. En die geleiders worden. Met een, bij een luidsprekerkabel met twee geleiders van elkaar gescheiden middels een dielectricum. Dus we hebben een isolerend materiaal, het dielectricum, en we hebben een geleidend materiaal, het koper in het geval van transparent. Maar ja, koper is niets meer dan een hele lange wikkeling van draad en heeft daarmee een inductieve functie, een spoelwerking. Oftewel, hij reageert anders op verschillende frequenties. Die twee geleiders naast elkaar, gescheiden van het dielectricum, ja die kan je het beste vergelijken met een condensator, een capacitieve functie. Elke kabel is dus in meer of mindere mate een filter. Heel weinig fabrikanten besteden aandacht aan dat aspect. Ze proberen die kabels zo breedbandig mogelijk te maken, ze proberen de kabels zo laagomig te maken als mogelijk is, maar Transparent kijkt echt naar de functie van die kabel en de overdracht. En daar gaan we verder in het netwerk. Het netwerk bepaalt namelijk de bandbreedte van die kabel en optimaliseert die kabel voor het audiosignaal. Helaas is het namelijk zo dat wij met onze bekabeling in de wereld zitten waar heel veel inductie, heel veel narigheid binnen kan dringen op die kabel en die proberen we zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Dat is de eerste functie van het netwerk in een transparent kabel. Het netwerk filtert feitelijk hele hoge frequenties ergens in de megahertz, filtert uit de audioband, uit de doorlaatband van de kabel en maakt hem daarmee minder gevoelig voor die hoogfrequente vervuiling. En waarom is dat nou zo belangrijk? Omdat die hoogfrequente vervuiling binnen kan dringen in je elektronica en door je elektronica gepoogd wordt om te versterken. Zolang wij de apparatuur kunnen vrijwaarden van die narigheid, hoeft hij zich niet bezig te houden met die versterking en houden wij meer de natuurlijke klank van de versterker van de bron over. Dat is dus de eerste functie van, die kabel, van, die, van het netwerk in die kabel van, van Transparent. Daarnaast is er nog een belangrijke andere taak, want ik zei het al, die kabel heeft een inductieve functie, heeft een capacitieve functie en die functies ja, die staan met elkaar in gevecht in die kabel en hebben daarmee invloed over, op het overdrachtsbereik van die kabel. En Transparent probeert die invloed te beheersen, te controleren. Te controleren over de lengte van de kabel, zodat elke kabel, ongeacht de lengte, zich elektrisch altijd hetzelfde gedraagt en probeert dat ook te optimaliseren voor de bron en voor de ontvanger. Transparent optimaliseert die kabels namelijk op de uitgangsimpedantie en de ingangsimpedantie van het volgende apparaat. Zodat die twee optimaal met elkaar kunnen communiceren. Ook dat gebeurt in het netwerk. Nou heeft Transparent meerdere modellen en er wordt vaak gedacht dat Transparent alleen maar heel kostbaar is. Nou dat is niet het geval. Natuurlijk er zit engineering in, er zit wat techniek in, in dat kastje. Daar betaal je voor. Maar Transparent levert al hele mooie audiokabels vanaf een zeg 200 tot 300 euro. Altijd met die filosofie van het beheersen van die bandbreedte, van het beheersen van die elektrische eigenschappen van die kabel. Dit is de Transparent Ultra en gaan we dan nog een stap omhoog vanaf de Ultra, gaan we naar de Reference. Dan wordt er echt gekeken naar welke bron wordt er gebruikt en wat is de ontvanger. Wat is de uitgangsimpedantie van die bron en wat is de ingangsimpedantie van die ontvanger. Binnen uh, Transparent wordt er dan gekeken naar de optimale instelling van dat netwerk en wordt die kabel met meetapparatuur gekalibreerd. Tot de juiste uh, overdragsfunctie. Ja, dat is iets wat wel wat, wat heel slim is, want daarmee optimaliseer je eigenlijk de overdracht van punt A naar punt B binnen je audioketen. Transpanic maakt uh, audiokabels uh, voor analoge signaaloverdracht, luidsprekerkabels en ook digitale kabels. Nou, die digitale kabels hebben uiteraard geen filter, want bij een digitaal signaaloverdracht praat je over een, frequentie met een, heel, of over een signaal met een heel hoge frequentie. Dan moet die kabel dus zo breedbandig mogelijk zijn. En tegelijkertijd die karakteristieke impedantie van die in- en die uitgang vasthouden. Nou, ook dat heeft Transparent perfect onder controle. Ik zei het al, dit is een Ultra. Laten we nou eens kijken naar twee modelletjes daaronder. Ik heb hier een vrij lange kabel. En dit is de Super. Je ziet dat uh, ook hier in die super gebruik wordt gemaakt van het netwerk. Het netwerk is compacter, het netwerk is wat minder inert, want die componenten die hierin zitten, constoren, spoelen en weerstanden, ja, die willen ze zo vrij van trilling houden als, als mogelijk is. Dat is in deze acrylbehuizing gewoon nog beter uitgevoerd dan in de kunststofbehuizing in de super. En de, de netwerkfiltertopologie is minder nauwkeurig in die super dan dat die is in die ultra. Nog een stapje omlaag in de plus vinden we een nog iets eenvoudiger netwerk, eenvoudigere connectoren en een andere aderdiameter. Maar die filosofie is bij al die kabels gelijk. Daarom is het gedrag van een transparent kabel en het resultaat in de audioketen ook heel voorspelbaar. Altijd heb je die rust, die, die, die vrijwaring van vervuiling, van ruis en een ongelooflijk rijk middengebied. Dat is iets wat uh, transparent bekabeling altijd wel typeert. Onafhankelijk of je nu een instapkabel neemt of de absolute top tot en met de Magnum Opus, dat zijn eigenschappen die zitten in al die kabels. En als je dus ook opwaardeert van een instapkabel een stap omhoog binnen Transparent, ja, dan heb je altijd dat klankgewin dat voorspelbaar is. Altijd hetzelfde typerende eigenschappen komen daarin terug. Transparent bekabeling wordt in Maine, in Amerika, gemaakt met een gekwalificeerd team van engineers die daar eigenlijk al jaren werken. Dus de fabricage wordt ook daar uitgevoerd. En het mooie van Transparent is dat ze dus in allerlei categorieën kabels hebben en dat wij de klant kunnen helpen om een keuze te maken, samen met onze dealers, welke kabel het meest geschikt is voor het systeem. We hebben leenpakketten die we samen met de dealer beschikbaar kunnen maken, zodat je de kabel zelf thuis in je eigen systeem kan proberen. We hebben bekabeling voor een instapset, voor een lager systeem, maar tot en met de absolute top, tot en met Dendi Agostino, tot en met Mark Leveson, Binnen al die categorieën hebben wij een, uh, een passende kabel. En tot en met Transparent Ultra is uh, die kabel dus vrij toepasbaar. En vanaf een reference vragen wij de uh, elektronica te specificeren, zodat Transparent... Die kabel specifiek kan afstemmen op de elektronica. En dan worden de kabels nog nauwkeuriger en wordt het resultaat dus ook nog verfijner en, uh, en nog een stap uh, beter. Maar uh, ik vind een, 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 een systeem bekabeld met transparant, zeker als dat van voor tot achter gedaan is, is misschien niet een systeem met de, de, de meeste briljantie, maar wel een systeem met een ongelofelijke rijkdom in de klank. Heel veel, veel, veel rust, heel veel vrijheid. En een, ja, een, een heel zwart, uh, zwarte achtergrond waarop, waarop alles heel erg fraai afgetekend wordt. Er is heel veel contrast in de, in de klank uh, hoorbaar. Er wordt niets uh, aangezet, niets overdreven. Maar heel veel controle en heel veel drijf en, en rust uh, in de klank. Het is een hele prettige kabel uh, om mee te werken. Naast uh, audiokabels maakt Transparent ook uh, voedingskabels. En ook die voedingskabels zijn voorzien van een stukje uh, filtering... Om uh, de hoogfrequente vervuiling van het lichtnet te proberen buiten de deur te houden. En willen we dat nou nog een stapje extra optimaliseren, dan heeft Transparent ook een reeks power isolators uh, in het pakket. En Die power isolators, dat zijn feitelijk verdeelunits met één ingang voor het lichtnet en meerdere uitgangen. En die dan weer per uitgang uh, de voeding optimaliseren voor uh, de aangesloten apparatuur. Ook die gaan we vast nog een keer bespreken in een van onze volgende filmpjes.